Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag zijn we bij Real Strength van Angelo van der Pas. Beter bekend als Wim van Korhouwer, ballon gooien Klaas met... Ja, je wordt alles tegenwoordig. Ja, het gaat zo omhoog. Sterkste man van Nederland laatst, was deel 2 op tv. We deden log en hij was nu de wereldrecordhouder, dus gefeliciteerd. Dank je. Van mij en Bibi, toch? Ja, Angelo Bibi. Dus, ja. Patricia Smit was de vriendin van Johan Langnes, dus altijd leuk om het NK terug te kijken. Maar we zijn vandaag dus bij Real Strength in het prachtige Westland. Ook al bekend van de slaatjes, waar we niet mee geassocieerd willen worden. We gaan vandaag een lekkere log-sessie houden, zoals je kan zien. Mooi shit hier zo. Dus blijf vooral kijken, in te liken en te schrijven. Van die Nico. Sowieso. En hij kan zien ook van de tijd. Oh ja, hij heeft een stem anders. Koffie en een peukje, lekker schijten en dan... Kan je uitleggen hoe koffie en peuk anabolisch werkt voor het sterkste man? Nee, dat kan ik niet uitleggen, maar ik heb het van de meester geleerd, dus... Okay. En blijkbaar werkt het, dus dat... Nou ja, hij is dat 5 finales gestaan, dus... Ontspan je, heb je gewoon meer prestaties. Ik denk dat ik wel, als ik nu een peuk zou roken, dat ik wel mijn boek vol schrijf met loggen. Ja, ik denk dat je wel, krijg je in ieder geval sterke schouders van. Hipclub, dus... Ja, daarom ben ik wel hele goede loggen. Ik heb 5-6 jaar gedoken, dus daarom... Ik heb een boek gezet. Ja, ik weet niet ook alsof je pakje chicken weggedoken. Dat heb ik ook net een auto gedaan, ja. Groot als ik graag. Angelo, wat is het plan voor vandaag? Ik kan er even komen, denk ik. Dat is geen plan. Dat is ook niet het langs volhoudt. Oh, dat tegen vandaag, niet? Nee, niet bewaren voor een speciaal moment. Oké, is dat een idee wanneer? Ik weet niet wanneer de kans is. Een wedstrijd, wat we wel een beetje doen met het mooie publiek. Ja. Misschien de finale. Ik ligt daar op de Max Lopinsen. Ja. We hopen het wel dan. Gaan we gewoon proberen. Zou mooi zijn. Sowieso. Ben je klaar voor? Tik hem aan. Bij de beenoefening komt er een klein beetje balans om de hoek kijken. Misschien is het handig om er even een stoel bij te pakken. Kijk maar even. Kom maar staan. Toe. Few inches later. Ja, kom maar, zet maar neer, dankjewel. Heel sterk, doe eens. Ik was er eigenlijk. Verzorgers. Ja, blijf staan. Nee, zet maar ook in de kast. Nee, ga maar niet op tempo. Bedankt. Hey, jongens. Hey. Ik heb even een klein pizzetje besteld. Voor het zweetje. Wat zit erop dan? Dat is wel belangrijk. Even de pizza unboxing. Pizza unboxing. Wat heb je besteld? Pizza show. Banaan, jongen. Hey. Show. Ken het. Dat is een mooi ding. Thank you.
And he's got it. He finishes in fourth place in this event, but he takes the overall title. Finally, it goes to Holland. Dank je wel. Gezellig. Dat doe je best, hè? Kom maar even voor de gratis pizza, of niet? Hè? Kom maar even voor de gratis pizza, of niet? Ik wist dat de pizza besteld was. En koffie. Dat zou ik ook voor komen. We zijn natuurlijk even voor een pizza hier. Ja, natuurlijk. Nederlander, hè? Oh ja. Lucky! Let's go, baby. Hallo! Hallo! Dag Simon! Easy voor jou. Kom maar! Kom op! Hoor! Sterk! What the fuck, man? Ja, laat maar zien, kom op! Let's go, man, come on! Ja, jongen! Hoe jij mijn best kunnen ook? Kut, hè? Kut. De hele dag gewerkt, 2,5 uur in de auto, komt hij wel aan. Godverdomme, altijd hoef ik mijn best niet te doen naar mijn wijn in de buurt. Dat vind ik wel leuk om te horen. Nou, ja, nou, ik vind dat je dat niet per se hoeft te zeggen, want we zijn 2 keer 170 strikpest. Godverdomme. Later. Ik ga dat ding optillen, til deze maar op. Kom op. Hey. Eén keer optillen. Gewoon tillen, niet per se. Clean maar gewoon tillen. Ja, maar hier is nog zwaar. Is zwaar. Er zit gewicht op. Kom op, maar kijk. Let's go, come on! 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 Let's go, come
Ik ga wat meer tijd nu. Clean nummer, geen verstaan in het. Daarvoor moet ik goed staan. Als ik dingen alleen. Toen dacht ik van, ik sta wel heel lang nu. Ja. Voor mij denk ik dan zo. Ik moet wel iets stellen, maar je moet wel zorgen dat je goed gaat. Anders ga je helemaal niet meer. Je bent geen Angelo, die zeg maar 180 schrikken. Uit verkeerde positie. Met de half benen. En de griep. En de griep. Easy man. Hij voelt niets van zware rust op, denk ik, van dit is wel een goed. Nee, dat het zo lang is, denk ik. Ja. Maar dan eenmaal cleaner, denk ik. Dat is ons weer. Ja, dat is ons weer. Sowieso. Als je geen pomp in de auto hebt, dan ben je wel. Ik kan altijd gewoon nog pompen in de auto. Mackie in de auto. Ja, precies. Maar gaan we zo doen. Doet hij wel goed, hè? Ja, dat doet. Zal wel je kontje wat meer naar achter doen, duwen? Dat wel, dat helpt. Precies, juist. Kijk eens aan. Voor de kijkers, wat is je naam en hoeveel gewicht was dat? Dit was niet zo bijzonder hoor. Ah, oké. Okay. Nee, dit is. Gewoon een beetje mijn bloedpomp, weet je wat? Nou, precies. Chrissy, Instagram. Chrissy, Instagram. Naam, jij de week niet? Dat is goed, hè? Ja, ah, super goed. Kom voor, ik kom goed. Toekomstig sterkste man van Nederland. Je hoort het. We editen het. Ik ga sterkste van de pas.
Zo, lekkere sessie gehad vandaag. Sowieso, dankjewel. Graag gedaan, het was gezellig. Ja, het was wel gezellig. Al gezellig met Nico en de rest. Nico maakt feest gewoon wel, hè? Nico maakt feest, ja. Al gezellig. Dus, maar ja, dik respect voor 190 kilo strikpress, dat doet niemand in Nederland. Dat gaat ook heel lang niemand in Nederland doen. Ik ook zeker niet. Fuck dat. Respect. Dus, thanks, dat vind ik allemaal wat. Ja, toch. Dus, lekkere sessie. Dankjewel, Real Strength. En vergeet niet te liken, subscriben en tot de volgende keer. Juist.